80.000 euro betaalt de gemeente Horen voor het 20 minuten durende bezoek van het koningspaar. Vrijdag 14 juni doen Willem-Alexander en Maxima Noord-Holland aan. Ze gaan dan langs in Enkhuizen, Horen, Zaandam en Haarlem. Enkhuizen betaalt veel minder voor het bezoek. Daar gaat het om 45.000 euro. Zaandam heeft de kosten nog niet op een rij. En Haarlem wil er niet meer dan 25.000 euro voor neertellen. Bewoners, overheden en afvalverwerker Afvalzorg hebben een akkoord bereikt over de uitbreiding van de vuilstort bij Nauwerna. De capaciteit van het vuilstortterrein mag met 2 miljoen kubieke meter worden uitgebreid. Maar na 2022 gaat het slot erop, dan mag er geen afval meer bijkomen. In ruil daarvoor krijgt het Zaanse dorp onder meer een natuur- en recreatiegebied. Wethouder Doris Luiks van de gemeente Edam-Volendam stapt per direct op. Zijn partij, de Partij van de Arbeid, werd eerder uit de coalitie gezet na een conflict over de huisvesting van ambtenaren. Luiks zegt dat zijn positie als wethouder daardoor ongeloofwaardig is geworden. In de Volkskrant staan veel rouwadvertenties voor oud-volleybalster Ingrid Visser en Lodewijk Severijn. De advertenties zijn geplaatst door familie en bekenden van het stel uit Huizen. Ook de Nederlandse Volleybalbond plaatste een rouwadvertentie. Zaterdag 15 juni is er een openbare herdenkingsbijeenkomst in het topsportcentrum in Almere. De familie neemt in besloten kring afscheid. In de jacht op illegale rondvaartdiensten zet het Amsterdamse waternet zogenoemde mystery boekers in. Die boeken een tochtje bij een vervoerder die zonder vergunning opereert. Vervolgens wordt de schipper op de bon geslingerd. In 2 maanden tijd leverde het experiment al 15 processen verbaal en 12 dwangsommen op. De rest van het vaarseizoen blijven de mystery boekers actief.